Voor we beginnen aan deze video wil ik even een dikke shout-out doen naar Center Park. Stank Center Park, zoals het laatste weekend. Ik heb me super hard geamuseerd. Ook wil ik jullie even zeggen dat we vanavond gaan live streamen. Om 8 uur gaan we live. 8 uur stipt. 8 uur stipt gaan we live. Dus jongens en meisjes, kom gewoon aan live stream. Het wordt awesome. Ik ben Acid en ik zou zeggen 8 uur live op Twitch. Links erin in de beschrijving. Kom gewoon en we gaan er een awesome live stream van maken. Let's go. Yo YouTube, Acid hier. Ja. Het is nu kwart na 6 en ik ben in Brugge, Bruggestation. Mijn mama heeft mij hier afgezet met de auto en ik sta hier nu op een leeg plein waar niks is en ik ben hier helemaal alleen. Maar ik ga naar Nederland. Ik ga naar Centerparks samen met Gio, Thies, Casper en Ergin. En we gaan een fucking vette dag hebben. Voor het zeker een duimpje mocht ik knallen op deze video. Als jullie veel likes op krijgen, zou dat gewoon super awesome zijn. Ik ga nu, ik ga jullie niet te veel saaie stationsbeelden tonen. Want dat is natuurlijk gewoon fucked omdat ik Dus ik zie jullie wel als ik in Antwerpen ben of zo. Of stel er explodeerde trein. Dan zou ik het ook wel filmen. Maar dus ik ga niks filmen die niet nuttig is vandaag. Want er gaat heel veel tijd van deze vlog gewoon in het zwembad zijn. En op alle andere shit die wij gaan doen. Dus ja, let's go. Wow, wow. Ik was mijn ticket kwijt. Ik heb ze nu gevonden. Ze lagen op de grond. En het lag gewoon op de grond voor het toilet. Want ik was naar het toilet gegaan en ik heb die teruggevonden. Dus ik ben de luckiest dude ever. En nu gaan wij naar daar met de Thalys. Heb ik nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat het super awesome gaat worden. Thalys, eerste keer. Let's go. Thalys was fucking vet. Ik heb, het was super nice. Ik ga nu door naar ergens random. Oh, selfie. Oké, wat een baas. Ik ga nu door naar ergens random, maar ik ben nog nooit daar geweest. Naar Amersfoort of zo. Hopelijk vind ik het. Want ik vind het treinensysteem in Nederland fucking moeilijk. Dus hopelijk lukt het. Want anders ben ik de lul. Let's go. Ik had een kaasbroodje gekocht en het was niet lekker. Stom kaasbroodje, stomme kaas. Toen ging ik op een fijne leuke bus zitten en er was niemand, alleen de buschauffeur. En het was heel leuk en het was leuk en aangenaam en het was fijn. Toen ging ik even uit de bus filmen om mij de echte hipster te voelen. Maar dat, ja, nee. Ja, nee. Ik ben in Centerparks. Ik weet niet waar ik ben. Ik ben hier op een random fucking illegale plek. Maar ik ga de ingang zoeken. Ik weet niet waar ik ben. Ik weet niet waar ik naartoe moet. Maar ik heb wel het ticket mee. Dus hopelijk kunnen die mensen zeggen waar ik moet zijn. Want ik snap er helemaal niks van. Let's go. Eigenlijk is deze vlog hetzelfde als elke andere vlog van deze dag. Maar mijn vlog is beter. Ja. Mijn vlog is beter. Is mijn vlog beter? Echt? Ja. Mijn vlog is dus beter, zoals iedereen zegt. En we gaan nu klimmen daarop. En ja. Ik vind ook dat jouw vlog beter is, Nathan. Dankjewel. Ja. Ik vind het niet. Let's go. Ik zie eruit als werkman. Dit is Hendrik. We zijn aan het klimmen op een klimding. Hoog in de lucht. En als ik val, dan ben ik dood. Ja, nu vind ik het gewoon fucking awesome. Ze zeiden dat je niet mocht filmen, maar het is voor de views. Oké, okay? Doe het voor de views. Dus zometeen gaan we gewoon springen. Dus let's go! Nee, omhoog. Niet naar beneden. Oh. Ja, perfect. Ja. 3, 2, 1. YOLO! It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Jammer genoeg was het fake en deed ik maar alsof. Jammer, seks. Wel sick. We zijn klaar en we leven nog. Yes. Je bent echt raar, Nathan. Echt serieus. We zijn in de kinderboerderij of de dierentuin, I don't know. En hier hebben we een ezel. Let's go. Bij de kinderboerderij en we staan hier met Nathan. Bad hair is day for the win of zo, ja, I don't know. We staan nu in het paskotje, we gaan zwemmen. Oh my god, ik heb hier zo fucking veel zin in om te zwemmen en ja, gewoon om te zwemmen. Dus vanaf nu komt de zwem-edit, typical shit. Het gaat vet worden. Jongens, vergeet geen duimpje omhoog te doen. Ik ben Acid en ik zou zeggen, let's go! Oké, even een dag voordat ik naar het zwembad ging, zag ik deze video. Ik dacht dat het ook wel awesome zou zijn als ik dat zou proberen in het zwembad. En ja hoor, ik heb het ook geprobeerd. En let op mijn enkel, gewoon naar mijn enkel kijken. Het ging echt niet goed. Voor de rest was het gewoon lekker sfeer in het zwembad. En het was gewoon een goede sfeer. En het was een leuke middag. En het was fucking awesome. Gonna find you. What the fuck? Was fucking epic. Het was lang geleden dat ik me zo heb geamuseerd in het zwembad. Was echt awesome. Zeker die laatste ritjes met de band. Die waren echt fucked up. Maar ze waren wel geniaal. Nu gaan wij barbecuen of zoiets. I don't know. We zien wel wat er nog allemaal gebeurt. Beetje random, maar oké. We staan hier nu weer in het paskotje. Mensen, ik heb geen broek aan. Let's go!
zijn klaar met douchen en alles doen. En onze haren zijn weer on point. Dus dat is zeker nice. We zijn hier met de boys van de boys. En boys gaming, boys NL. Dus we gaan nu barbecuen. Zoals ik al had gezegd. En Jill's haar is on point. Not on point. Nee. Dus we gaan nu verder. Oké, we staan hier even in de wc, want wow, yo, het is daar... Bro! Het is daar fucking druk. Dus ik kan even niet naar daar, want ja, we staan even gewoon in het toilet om een plasje en een plasje te doen. En een trekje. En een trek. Ja, dus zometeen gaan we terug. We hebben een fucking lekkere barbecue gehad. En vanavond blijf ik bij deze mafke slapen. Dus mensen, je moet plassen. Zet de video op pauze en ga even plassen. Let's go. Jullie zijn geweldig. En als je de teksten kent, zing. Als ik denk aan al die dagen, dat ging mij zo uit in dragen. Dan denk ik, wat in maar een tijdmachine. Ja, tijdmachine, maar hier heb ik niet. Het zal in mij gedragen, het zal in mij gesmaren. Voor de volgende tijdmachine. Wow. Dus, ja, die was wel vet, was echt sick. Maar het zou veel vetter geweest zijn als echt chill. Oh, ja, u bent de vader van... Hey, we staan hier nu op de parking van Saint Perks. En we gaan nu naar... ja, ik blijf bij Gameplay World XL. Geo, Geo slapen. En we staan hier nu alles in te packen in de car. Casper en Ergen zijn net vertrokken. We gaan nu naar Geo's huis. We staan hier op een verlaten parkeerding. Oh, kom op, kijk uit. Zo laatste keer pas. Laag. We gaan nu naar Geo. Let's go. Even goede belichting voor je fixen. Oh, holy shit. Oké, dus het is nu hot in de nacht of zo en ik lig er in mijn sleep bag. En Gio is die. Shit. Je arm gebroken had fout. Shit. Gio is nog eens is al de vlog van vandaag aan het en dat te fucking random. Hello. Dus wat we gaan doen is waarschijnlijk neuten. En is fucking chill. Het was echt leuk. Het was fucking chill. Ik shout out naar Center Parks. Hashtag Center Parks lolfen. I don't know, man. Dus het was een leuke dag. Very good. Don't forget to like, subscribe and comment if you like the video. I mean, then say goodbye. Yeah.